Hallo mensen, ik ben Cas. En ik ben Timo. En wij zijn de Apes and Game Guys met een nieuwe episode van Spiral Knights. Ook wel Spiraalridders genoemd. Wij noemen Spiraalridders. Cas, fuck it. Nou, Okay. Ja, we zijn weer terug waar we waren. We hebben het stukje even overnieuw moeten doen. Zeg ik het nou fout? Nee, ik zei, wow, wat ben ik slecht. Ik zei overnieuw, het is opnieuw of overdoen. Okay. Goed, tot zover onze les Nederlands. Maar ik zei het wel. We hebben vakantie, Timo. Ja, oké. We moesten het even opnieuw doen. Ja. Dus misschien dat je denkt van, hoe komt er nou ineens aan dat item? Dat had hij de vorige keer niet. Nou, dan hebben we misschien nu een bosje meer kapot gemaakt. Dat kan best. Maar in ieder geval, hier waren we de vorige keer en wij gaan verder. Mm-hmm. Because we are bosses. Ja. Wauw. Wauw, Cas. Wauw. We dachten van, nu gaan we verder. Nee, dit was het level al. Oh nee, next floor cost. Ja, nee, klopt wel. Klopt wel. Oh, oké. Okay. Okay. Price ik wheel, kon... brimstone. Yeah. Oké, nieuwe floor. Oké. Kijken of ik misschien nog... Nee, wacht, dat was wel het einde van de missie, denk ik. Wacht. We hebben zo gezien of het einde van de missie was. Missions. Nee, nog niet. Oké, dan gaan we gewoon verder. Ja, we gaan gewoon verder. Ik heb hier ook geen reet meer te zoeken. Wacht. Hier, jongen. Hop. Kijk, er ligt hier nog iets. Ja, dan moet je ook wel echt alles meenemen, Timo. Als je het goed wil doen, dan moet je het wel heel erg goed doen. Oké, sorry baas. Volgende stukje. Are you ready for it, Timo? Yes, we're going in. Ook. Jellies! Ik heb geen zin in deze jellies. Slimes! Super stun gun. Misschien moet ik mijn slime wrecker pakken als wapen. Dat kan zomaar. Nee, die moet niet uitringen. -3 staat er. Ja, we kunnen het wel doen. Ja, waar moet ik? Nu komen hier waarschijnlijk van kei moeilijke monstertjes en zo, net zoals de vorige keer. Ja, met die machines. Ja. Nou, deze vallen nog wel mee. Ik ben nog geen levens verloren. Ik niet, maar ik heb meer levens erbij gekregen, dus ik ga die nu even vullen. Ik heb meer maximum HP, laat het zo even benoemen. Ja, daar. Ik heb gewoon 100%. Ik heb meer streepjes HP nu, hoor. Echt? Ja, ik heb meer streepjes. Ik heb 2 streepjes meer. Ik heb 5 streepjes. Ik heb er 7. Wat? Ben je stiekem level up gegaan? Ik ben level 2. Ja, level 2-2 staat er. Nee, dat is... Ja, laat maar. Oké, we gaan eens kijken wat hier boven is. Oh, Timo. Dit wordt weer een stukje qua... Bouwsnus. Wacht even, ik ga heel even... Shit. Hoe kom je ook al in je arsenaal? L. Oh, dit zijn er zeg maar best veel. Ja, ik probeer mijn dingen even te pakken. Ja. Moet je in een hoekje gaan staan? Wacht. Nu gewoon zo gaan schieten. Oh wacht, nu kan ik mijn wapens natuurlijk niet aanpassen. Maar ik charge de mijne. Boom, zo wap. Boom. Hoe deed je daar? Inzet houden. Oh ja, de. Ja, we hebben het al een tijdje niet meer gespeeld met. Waar die dingen hebben levens? Valt ermee, ze zijn er heel veel bijna dood. Oké, nu krijg ik wel damage. Dan te bedenken dat we zo meteen nog meer monsters krijgen als we op dit ding gaan staan, hè? Ook weer geheeld of zo. Oké. We zijn er bij. We hebben ze bij.
Nou, dat was er denk ik. Yo, één dobbelsteen. En niet meer. Ik ga er lekker niet op staan. Nah. Want ze hebben nou wat shit. Oh. Die dingen zijn groter. Ik heb een pronok op staan, denk ik. Goed. Oh, die zijn zo dood, jongen. Als ik eerder had geweten dat hier al in slime zitten, dan heb ik mijn slime racket gepakt. Nog eentje. Ook slimes hebben een leven. Oh. Ja, oh, nu komen die slukma dingen weg. Ik vind gewoon slukma's. Ze zijn liggen. Deze zijn echt heel erg. Snel dood. Ja. Even kijken. Oh, is dit een wave of wat? Ja. Het is goed, dus als we dit hebben gehaald, krijgen we een speciaal item of zo. Denk ik. Ja, dan kan ik die poort erachter open. Ja. Slime, ben jij toch verschrikkelijk dom, jongen? Om ons zomaar te attacken. Zonder reden. Ja, deze hebben best, deze hebben wel weer veel HP. Of gewoon veel defense. Oh nee, ik doe gewoon dezelfde damage. Ja. Ik wou net zeggen, hoeveel damage moet die... Ja. Are we ready? Is er nog nergens een stukje HP, een hartje of zo? Mooi. Hier komen er ook keiveel. Let's do it. Nog bij elke lane zit er eentje. Kan zien. Oh, hierachter zit weer een knop. Misschien moesten we deze kant wel op. Oké. Hier zit een of andere. Hier zit die boom weer. Weer een boom. Ja, die heb ik al lang. Nog een boom. Jee, boompjes. We hebben nu 3 bomen in het spel. Oké, mensen, mijn internet begint moeilijk hard te laggen. Sorry hiervoor. Oh, nu is het weer goed. We kunnen ook gewoon doorlopen. Ja, maar dan krijgen we hier minder XP van en zo, hè. En deze boom krijg ik wel dood, uiteindelijk. Ook wel. We moeten wel levens voor opofferen. Oh kut, ik ben geraakt. Ik ben nog nooit door die boom geraakt. Boom. Die ding ontploffen ook nog eens, hè? Ja, maar dat doet geen damage. Je hebt de chameleon hierachter, denk ik. Eens even kijken. Oh, wat is dit? Timo. Oh, die hoopt bij mij. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar... Kom, Timo. Ja, hij moet wel mij hebben. Valt hij jou aan? Oh, nee. En nou dan? Je houdt hem tegen. Volgens mij hebben wij hem... Party hug bij. Right, even kijken hoeveel damage dat hij doet. Heb je hem nou opgesloten? Oh nee. Wauw. Beter dan niks. Slechter dan alles. Nee, die attackt wel. Hij is gewoon de tank vanaf nu. Ik denk dat we hier omhoog moeten. Hey, kom pik, heb. Oh, einde van de floor. Einde van de floor. Hemo. Hey, we doen het wel goed, hè, Kas? Wat? Even alles kapot maken, hè? Oké, shit. Go. Let's go. Yay! Oké. Opeens dat ding.
level. Yay, ik heb 5 crowns. Advance now. Ik heb ook 5 crowns. Yay. Heaven 4. Ik denk dat dit het einde van het level was. En we hebben Spiral Knight uitgespeeld. Nee, dit is een spel wat oneindig door blijft gaan. Wat je gewoon oneindig door kan blijven spelen. Net zoals World of Warcraft. Ik ben net over de helft bij Apprentice. Zo. Accept. Oké, de Scarlet Fortress. Ja, ik join jou wel. Ja, ik heb nog niet gestart. Ik ga eerst nog even kijken of ik betere equipment kan equippen. Want ik heb de Big Beast Basher. Die doet wel meer damage. Maar is wel langzaam. En de Super Slime Slasher. Ik heb zo'n navolgevoel dat... Dat ding... Dat we volgende missie ook gewoon heel veel slimes tegen gaan komen. Ik hoop echt dat er geen komt. Nee, maar anders kan ik zo meteen mijn ding eraan passen. Oké, ik ga een missie aanmaken. Squid. Scarlet Fortress. Form part. Oké, en we wachten. Zeg maar als je erin zit, hè. Ja. Ik kan joinen. Scarlet Fortress. Hé, hey, nu zet er een kasteeltje op. Wacht, zal ik ga even kijken of ik ook een betere shizzle kan. Autobomb. Ik heb eigenlijk nog nooit gebruik gemaakt van die bommen. Niet echt gebruikt, in ieder geval. Even kijken of hier nog eens een vitapot ligt. Nope. Voor mijn part kunnen we beginnen. Voor mijn part. Gewoon even niet. Waarom had ik mijn super stun gun niet? Ja, weet ik niet, misschien had je hem niet geëquipt. Nee, die had ik zeker niet geëquipt, nee. Had je gewoon een stun gun? Nee, ik had net in dat level hiervoor had ik mijn gewone stun gun. Ja, dat zeg ik net. Waarom kan ik... Wauw! Er komen er 2 explosies in plaats van 1. What's the matter? Ja, cool. Oké, we gaan beginnen. Let's go. Oh, je hebt die bel. Je hebt de beast basher. Dat is pittig waar. The world is always changing. Oké. GG. Loading 4, 5%, 6%, 7, 8, 9. Ik ben er al. Bij mij staat hij op 20%. Loading. 40%. Ja, nu zitten we echt in een kasteel. We zitten in een kasteel, bitches. Let's go, of... Chart an expedition through the haunted halls of the Scarlet Fortress. Nee, ik kan niet meer terug! Ik ben er blijkbaar al doorheen. Ik ook. Ik kan ook niet meer terug. Ah, GG. Eens even kijken. Oh, waarschijnlijk moeten we iets hebben ofzo om die blokken kapot te maken. En dan kunnen we verder. Nee, we kunnen gewoon... Ja, oké, ja, klopt. Dus daar moeten we gaan zoeken. Of daar waren die bommen voor. Oh, wacht, Timo. Wacht. Kaboom. Zijn dat slimes of... dat ding in ieder geval niet. Do they look like slimes? Ja, misschien een heel vreemde vorm van slimes. Maar ja, dit wapen is sowieso sterker dan het vorige wat ik had. Hey, kleine bitch. Wow. Hij is agressief, gek. Nu niet meer. Ik pak de sleutel. Of jij pakt de sleutel. Eens even kijken waar we naartoe moeten. Oké.
Timo, waarom spang je die dingen met je sleuteltje? Ik heb een sleutel gebruikt in een random. Een random ding. Ik weet niet of het de goede was. Het zijn twee poorten, ik heb hem op één gebruikt. Waarschijnlijk wel. Ik heb zelfs nog meer spookjes gereleased. GG. Oké. Timo, jouw wire doet echt heel irritant met je microfoon. Zal ik mijn wire eens op 3 zetten? Nee. Zei je nou ja? Okay. Ik heb hier nog sleutel. Ik vind die spookjes echt eng, die kunnen fucking snel travelen. Die dash je gewoon, dat kun jij ook. Waar heb je controls nu op ingesteld? Keyboard of? What the fuck, did it damage? Ik ben bijna dood, man. Oh, nu heb ik nou wel maar 5 streepjes. Volgens mij had ik gewoon een bonus. Nu heb ik een 6. Ja, deze is voor de andere deur. Ja, pak maar. Nee. Ik heb een kant gaan we eerst op. Deze kant, hier zijn. Oh, dit is gewoon het kleine... cadeaukamer. Hé, daar zijn je slimes, jongen. Yay, slimes! Kijk, ze doodgaan. Wow, ik ben echt dom aan het doen. Ik blijf veel te dichtbij staan. Dat komt allemaal dankzij jou, hè? Ja. We liepen precies synchroon. Ik voel best knap. Wat ben je aan het doen, Timo? Ik kom hier op de knop staan. Decoratie aan het slopen. Slimes! Jij! Hey, snel dat ik ga, jongen. Damage, jongen, dat wil je niet weten, jongen. Oh, nog meer. Zeg GG. We kunnen ook dit naar boven. Ja, welke kant zullen we op gaan? Ik denk dat we naar boven moeten. Dus rechts, maar alsnog. Ik denk dat we naar boven moeten. Ik kan denken zoveel als je wil, maar ik ga... Boom. Super Sun Gun is op zich ook best sterk. Gaan we betalen voor een room of... Hoezo? Dit zijn allemaal betaalde rooms. Ja, daar heb ik net 3. Voor betaald. Ja. Wat doet dat dan? Daar opent de deur. Ja, maar hoe kom je aan dat betaalding, die zooi? Als ik het wist, zou ik het zeggen. Nou. Wow, ik ben weer gebeten. Ik begin HP te verliezen, man. Ik heb een hartje nodig, Jacko. Onderin zijn items, hè. Heb je een of ander item waar... Small capsule dat refreshes its user. Ja. Maar ik heb geen HP. Okay. Even kijken, hoe kan je zien hoeveel je hebt? Bovenin staat hoeveel procent je hebt. Dan mag ik ook wel iets hebben, hè? Ik heb alles betaald. Wat op. 1 dobbelsteen. Wat? Ik zou niet weten wat anders is. Wat is dat ding? Dat is een capsule. Voor als je dood bent, kom je 1 keer tot leven volgens mij. Die heb ik 1. Ik ook. Pa, 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 pa. Nou, we gaan deze kamer eens op. Oh ja, nu kun je niet meer terug. Jawel. Wat? Oh, daar kun je gewoon niet doorheen schieten mee kunnen. Oké, duidelijk. Maar we hebben weer een sleutel nodig. Dan gaan we die toch zoeken, hè? Van de...
What the fuck? Je hebt wel meer gevonden, ja. Vind jij niks meer. Eén voordeel, ze zijn gewoon langzaam. Maar ze springen wel. Dus zombie. Vind je meer op zijn hoofd? Uitkijk, Timo. Hier gaat je zo poffen. Wauw. Okay, een heel langzame raket en zo. Maar dit doet damage, jongen. Dat wil je niet weten. Dat wil ik eigenlijk wel weten. Nou, ik zou zeggen, ga erin staan. Oh, hij springt en ik ben dood. Het is een rocket puppy. Ben je dood? Nee, maar... Nou wilde die wel. Mm-hmm. Wat is dat? 2, 1. Pak jij een sleutel maar. Oh, oké. Okay. Maak deze wel even snel open. Ja. De decoratiesloopers. Oh, mijn internet begon weer. Wauw. Want internet is je beste vriend. Ja. Ik heb nog maar half HP, ik moet even... Bij mij heb je 16e. Nou ja, sorry mensen dat er vandaag geen Cubeworld online is geweest. Dat er geen Cubeworld is geweest de afgelopen tijden. Of dagen in ieder geval. Maar dat komt door een omdat er problemen zijn. Een paar technische probleempjes, helaas. En deze dingen zijn best irritant. Hoe ga ik deze allemaal ontwijken? Je kunt ze kapot schieten, of niet? Oh ja, je kan ze tegenhouden met je schild. Maar je schild doet het ook niet voor eeuwig, heet hij wel? Dan ga je er toch achter staan? Ja, dan draait dat ding niet om en zich om en dan ben je gewoon echt helemaal fijn. Ik heb 1 streepje verloren, dat vond ik het nog wel waard. Mm-hmm. Oké. Level complete. 5 grams! Yeah! Advance now. Oh, moeten we naar de volgende verdieping? Ja. Ik druk lekker niet. Nu druk ik. In de laatste seconde druk die mensen. Wauw. Anders gaan we dit verder doen in aflevering 4. Of zo 30 minuten doen. In plaats van Cubel dan deze aflevering. Zou in principe possible zijn. Ja, dat doen we gewoon. Oké, dan maken we dit level af. Suicide! Oh, jij bent daar al. Kijk. Is gek geworden. Wauw. Rustig, jongen. Rustig. Oh, deze spookjes zijn anders. Ze zijn sterker. Ik heb echt hartjes nodig zo meteen. Ik kom maar even al je shit jat, dat is geen probleem. Wacht, ik weet niet of ik eentje hiervan kan droppen. Nee. Hey, slimes. Ik zal het volgens mij, ik kan het zeggen, zal ik het moeilijker maken of die jij het? Hier is Timo. Oh, pak ik hem op. Lol. Lul. Nee, lol, niet lul. Oh, die slime kreeg ook damage van de explosie, GG. Natuurlijk. Explosie is een explosie, hè? Oké. Seems legit. Oh, wat? Er zijn spikes hier. Wauw. Ik heb hier een knop. Nee! Die slimes houden mij in de spikes. Hoe oneerlijk is dat? Nee. Oh. Go, pak een hartje. Nee, je moet hier naartoe. Nee, maar hier is ook nog. Ja.
Nee, serieus, ik heb hier een knop, let op, ik ga er nu op staan. Oké. Okay. Even kijken wat hier gebeurt. Ik had hier ook een knop. Ik heb hier slimes en ik heb hier de uitgang. Dus waar wil je naartoe? Hier liggen nog items en zo en heat en zo, hè? Ja? Ik heb de uitgang al gevonden. Hey, je moet ook wachten op mij tot ik er ben. Tot daar. Timo, hier liggen nog hardcapsules. Skit. Ik ben hier aan het... hoe zou je het noemen? Emanciperen. Oké. Okay. Daar is de uitkant pas. We zijn er bijna bij de uitgang, ja. Wel even dit doen. Oh. Doe het maar. Oh, ik heb dat niet eens meer. Wel. Dat is als je mist. Ja, hoe kom je aan mist? Hoe wordt automatisch geregend in een paar uur of zo? Oh, waarom moest je nou per se op die knop drukken, Timo? Omdat anders die poort niet open gaat. We kunnen ook gewoon, zeg maar, naar die knop rushen en zo, dat we weg zijn. Nee, maar ik krijg nog items van me. Kaas, hou gewoon je back. Nee. Items are everything. In a game like this. Boom, 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 boom. Ja, deze is gratis, dus. Dit is het einde van de. Van het landje. Tinden, 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 tinden. Ja, stop maar gewoon. Ja, is goed. Nou, dat betekent dat dit ook meteen het einde is van deze derde aflevering van Spiraalridders. Yeah. We hebben twee levels gecomplete, vond ik wel mooi voor deze keer. Twee missies, zo. Ja, eigenlijk niet twee hele missies, maar wel drie missies, zeg maar. Drie vloeren hebben we gedaan. Ja. En dat vond ik wel mooi. Episode 4 komt zo spoedig mogelijk online. En wij gaan terug naar Heaven. Wat? Was episode 3 pas? Dit was episode 3 pas, ja. Wauw. Dus hij wel echt al lang moet ik upload. Weekje of 2, 3? Nee, ik klopt trouwens wel. Ja, de vakanties, hè? Ja. Maar ja, we hebben de komende tijd heb je nog wel in Bioshock Infinite, ik was even de naam kwijt. Ja, die game, we hebben al heel veel, ik heb al heel veel afleveringen opgenomen, dus die staan allemaal al klaar voor jullie. Dus die zul je om de dag zien, heb ik trouwens nog helemaal niet verteld, om de dag. Dus als, wanneer deze video op zondag wordt geüpload, dan zie je op maandag en op woensdag weer een nieuwe Bioshock Infinite. En we hebben Max Payne 3 nog. Die hebben we nog. Wat hebben we nog meer? Welke series hebben we nog meer? Ja, misschien ga je nog een keer een Daily Cast online zetten. Ja, die wou ik eigenlijk zo meteen komen brengen naar jou, maar... Oh! Ja, ik ben degene met de uploadsnelheid. Ja, dat was twee. Maar goed, dit was het gelul over onze shit. En wat je nog te wachten staat. Ik hoop dat jullie van deze Spiral Knights aflevering hebben genoten. Wij anders wel. En ik wens jullie een heel fijn weekend toe. En als je nog op vakantie bent of op vakantie gaat, een hele fijne vakantie. Ja. En dan zeg ik voor nu... Ik zit ondertussen met die gast zo een beetje zo van... Ja, exact. Ja. Nou, in ieder geval, share deze video met je vrienden via Facebook, Twitter. En andere vormen van social media. Geef je comment, reactie, geef een groen duimpje of rooi duimpje, maar dan komen we je slaan. Wat je eventueel ook nog kan doen is subscribe op ons kanaal, dat is ook gratis. En nog wel. Ja, nog wel, ja.
Grijp je YouTube opeens, ja. Dan zijn YouTube opeens bedenkt ze van, nee, we maken het niet meer gratis. Wacht. I'm surrounded by noobs, jij. Yay. Ik denk dat wij gaan afsluiten met ons woordje. Timo, kom naast hem staan zo. Ik ga met die gast afsluiten. Oké. Okay. Nee, blijf stil staan. Oké. Wij zeggen tot de volgende keer. Hallo! Hallo!